Eerst gaan we naar Tanja. Discussies in het kabinet over de hevige protesten van de afgelopen tijd. Ja, u kent de beelden wel. Wat een waardige opening moest zijn van het Nationaal Holocaust Museum. Werd een pijnlijke herinnering. De aanwezigen werden de meest gruwelijke dingen toegeschreeuwd. In Arnhem leidde de vooraf aangekondigde Koranverbranding begin dit jaar tot heftige gevechten. En gisteren was het voor de zoveelste keer weer raak bij Extinction Rebellion. De asfaltplakkers demonstreerden in Den Haag en 16 actievoerders werden daarbij aangehouden. En daar raakten 2 beveiligers bij gewond. De Tweede Kamer wil een debat gaan voeren over demonstratierecht en het al dan niet beperken ervan. CDA-minister Hanke Bruinslot, minister van Buitenlandse Zaken, die wil laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. En dat moet in de handelingsperspectief bieden voor de burgemeester. Voordat dit gebeurt, moet het kabinet met een brief komen over hoe de ministersploeg dit ziet. Meneer Ellion, staat het demonstratierecht onder druk? Dat denk ik wel. Als ik hoor dat het kabinet wil daarover praten, dan denk ik dat het onder druk staat. Demonstratierecht is een heel fundamenteel recht in een democratische vrije samenleving. Dus het is niet zozeer een mensenrecht alleen, maar een onderdeel van democratische cultuur is. Het is onaangenaam. Als je het eens bent met demonstranten is het heel aangenaam. Voor je als je het oneens bent is het heel onaangenaam. Maar we zien extreme tendensen. Geweld wordt gepleegd of bijvoorbeeld verstoring van bepaalde momenten zoals opening van Holocaust Museum of antisemitische leuzes worden geroepen of die ene persoon, die ene Nederlander die heel leuk vindt om Koran te verbranden. Die brengen met zich wel een onaangename toestand mee. Maar ik vind het totaal onaanvaardbaar wanneer recht op demonstratie opnieuw ter discussie wordt gesteld in de Tweede Kamer, hoogste orgaan van de staat. Nee, het recht bestaat. En volgens dat systeem dat we hebben, zijn burgemeesters die moeten belangenafweging maken. Kijk, burgemeester van Arnhem had gezegd, nou, deze man, openbare orde kan je niet handhaven. Ik heb te weinig mensen op die dag als hij gaat Koran verbranden. Heeft hij een verbod opgelegd om via rechter om 6 maanden niet in Arnhem te komen. De andere rechter denkt, nee, 3 maanden, langer kun je niet zo'n verbod afkondigen. Kijk, het is heel belangrijk. Ik ben geen liefhebber van Koran. Ik vind het ook niet een supermooi boek. Boeken van Shakespeare zijn veel mooier. Dat weet iedereen. Maar ik ben ook veel tegenstander van degenen die een boek, of het nou Koran is of een ander boek, in de publieke ruimte willen in brand steken. Dat moeten ze niet doen. We hebben hele pijnlijke herinneringen in de geschiedenis van groepen en individuen die boeken in brand steken. Je steekt niet in brand, maar je gaat met elkaar debatteren. Tegelijkertijd vind ik het bizar wanneer wij zouden een wet krijgen voor 1 persoon en voor 1 boek. Waarom? Om dat niet in brand te steken, meneer omdat terroristen bedreigen ons. We gaan door naar de ruimtevaart. Dank u wel.